Goedemorgen. Goedemorgen allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Leuk dat je kijkt. We moeten even een beetje opschieten, want het is al 8:30 geweest. Dus dan komt hij laat op school. Even goed. Ik heb echt voor mij een hele super verrassing. Want weet jullie nog dat ik met die bakken bezig was geweest en eitjes had uitgezocht? En ik weet niet hoe dan, want normaal gesproken moeten ze daar heel lang over doen, wel een maand of 2, 3. En ik heb nu gewoon jonge PSG 5. En de datum die erop staat, er staat 8 mei. Dat is gewoon een maand geleden, of binnen een maand, of niet eens, komen ze gewoon uit. En ik heb gewoon, zoals ik het nu kan bekijken, 10, 11 babytjes gekregen van de wandelende tak die ik zo heel erg graag wou hebben. Ik zal even een foto laten zien van de volwassenen, dat is deze. Dat zijn hele rustige wandelende takken en daar heb ik er zelf nog maar 3 van. Dat zijn al volwassen dieren en ze worden maar tussen de 1 en de 2 jaar oud. En dan gaan ze gewoon dood. Dus als die 3 doodgaan, heb ik gewoon niks meer. En ik heb nu gewoon babytjes gekregen die het gewoon zo te zien prima doen. Dus ik ga zo meteen even speciaal voor hun even een wat kleiner bakje klaarmaken. Zodat ze daar even de eerste periode iets in kunnen groeien. Ik vind het gewoon fantastisch. Ik zal het jullie laten zien. Moet je eens even kijken wat klein. Even vergelijken bij mijn vinger. Het zijn gewoon echt hele dunne steeltjes. Er zit natuurlijk nou niks, geen voeding in die bakjes. Die eitjes zijn uitgekomen. Gisteren zag ik tenminste nog niks, dus ze zijn gewoon erg net geboren. Het is gewoon fantastisch. Dus ik ga ze zo verplaatsen en dan kunnen ze lekker eten. Super, hè? Ik vind het echt leuk. Ja, kijk. Dat zijn ze. Ik heb ze in de bak gezet. Dit is het bakje. Dat is dat kleine aquariumbakje wat ik op heb gehaald. Ideaal voor die babytjes. Kunnen ze mooi eventjes ietsje groter worden. Ik ga even kijken, want er zaten er nog een paar in een ander bakje. Moet er nog even bij. Het was even puzzelen om hier een soort van deksel van te maken. Ik heb hier gewoon ijzerdraad doorheen geregen en dan heb ik hier een elastiekje aan gedaan zo. Ik ga heel eventjes in die andere bak kijken. Hier, ik heb hier 1 iets groter, jong. Die is groen, kijk. Nou, ze zitten in een bakje. Ze zitten nu allemaal naar bovenin. Er zitten een paar rozenblaadjes in en wat bruin. En dan doen we het hier even mee. En het zijn dus kindertjes van deze. Deze prachtige beestjes. Waarvan ik er 1 kreeg met een pootje minder. Dus ik had er hier 4 van. Er is er al 1 van dood gegaan. Dus ik heb er nu nog 3. En het zijn gewoon volwassen dieren. En ja, dat, zoals ik al zei. Ze
kunnen 1 à 2 jaar worden en dan gaan ze dood. Dus ik weet niet hoe lang ik deze nog heb. Dit zijn wel echt de mooiste. Deze is echt leuk. Mooie horentjes op de kop. Mooi hè? Ja. Kom maar. Mag mijn hand weer over. Dus stel het ding niet scherp. Kijk, zo groot moeten ze nog worden. Hier zitten nu die andere kleintjes in. Dit is de babybak. Hier zitten de hele kleintjes in. En daar zitten de grote in. Nou, hier wil ik eens eventjes wat te eten geven. Hè? Kijk, als je ze zo op de film zet, zo, dan denk je dat ze heel weinig ruimte hebben. Maar ze hebben een 2 meter aquarium. Ze zijn echt groot geworden. Ja, er gaat een hoop zwart af bij Herbie. Lekker hè? Vis met snor. En eentje met lippenstift, zie. Nou, dan komt de stofzuiger.
mooi door. Lekker hè. Zoveel schoteltjes van Tobias van het voeren. Iedere keer pak ik een schone en dan weer nieuw erop en dan laat ik een paar staan ook. Dus op een gegeven moment stinkt dat schone kattenvoer. Dus gauw dit aanzetten, kan het weer schoon en ik weer nieuwe. Zo, dat vraagt om een vaatwasserboer. Yeah! Kijk dan. Ik weet niet of hij al kuikentjes heeft, maar anders zit hij te broeden. Schattig hè? Zo mooi de lente. Hallo. Hallo. Ja, een leuke poes. Ja, de poes. Kom, mevrouwtje. Kom. Oh, beetje laat met blaffen. Ik weet niet of je het kunt zien, maar achter het riet. Ja. Kijk eens, daar zit de hele familie. Nou zijn ze het zwemmen. Mooi hè? Zullen we dit zien? Mooi hè? Ja, prachtig. Zo, ik heb allemaal lekkere groenten in een rep gedaan. Met een beetje kaas erbij. Peper erop. Dille. Slade kruiden. Lekker oprollen. En lekker opeten. Eet smakelijk. Deze ga ik lekker eten. Echt super lekker. In mijn nelpaardenbak. En er zitten gewoon al pistachenootjes op, hè. Dat is het leuke van die dingen ook. En het is nou nog heel hard, dus ik moet echt heel even wachten. Anders krijg ik het er niet uit. Het is echt heel hard. Deze wacht op mij. Ik ga even gouden vaatwasser uitpakken. Het is misschien een idee om gewoon een zakje pistachenootjes extra te kopen ongezouten. Als je dan weer een nieuwe pakt, dan heb je weer nootjes en dit ligt bovenop. Dat is weer het einde van deze dag. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren. Dan zie ik jullie graag terug bij een volgende video. Bedankt. Doei. Slaap lekker.